Een dikke Ninja 600. Uitlaaien die handel. Nou, hij is lopend weggezet. Hij heeft volgens mij echt iets van 10 jaar stilgestaan of zo. Dus de standaard dingen, zoals de carburateurs een beetje schoonmaken en alles, dat mag wel. Het enige wat er nu niet in zit, is een accu eigenlijk en benzine. Ja, dat is wel een woest oude machine, of niet? Ja, dat wel. Wel even buikschuiver, hé. Was het 600? Ja. Ja, dat is echt veel te veel, man. Ik heb ook nog gekeken aan 1000, maar die kon ik niet vinden. Luggage compartment. Kofferbak. Kofferbak. Wow. Maar weet je wat ik eigenlijk wel een goed idee vind, hè? Eventjes Pierre King of rondgeven. Hey Stinker. Zou jij zo'n luchtfilter eraf halen? Oeh. Gelijk nieuw koop. Oh. Oei, oei, oei. Dat is Ollie. Oh. Lee. Kan dat gaan. Niks van de luchtfilter is een beetje af, meld. Zo goed als deel, net uit de verpakking. Ja. Nou, startkabels eraan. Bolstakkabel. Even zo in de knip, vindt hij me leuk. Ja, nee, doe nou daar. Dat is de plus en dat is de min. De plus hangt op het chassis, is niet zo heel handig. Staat hier. Ja, oh. Hij gaat rond. Oh, kom maar. Slang, hier, pas op, slang. Is die ook zo lang? Zo, nee. Hier is die zacht. En dan vet dat daar. En hier is die knetterhard opeens. Oeh, nu is hij wel zacht. Zo, nu is die vacuüm afgesloten. Dan moesten we hier manchmal aan die vacuüm snijden. Ik wou tijd. We zien de slang met een brandende warm maken. Oh, oh, oh. Ja. Nog remmen. Godverdomme! Hey, we hebben in ieder geval een explosiemachine. Hij vond. Moet even die carburateurs nou maar halen. Ja. Het is echt wel de manier hoe dit moet. Nee, wel. Volgens mij is dit zo niet altijd helemaal de bedoeling. Jawel. Echt wel. Ik ben een Kawasaki. Ja, een jongetje. Mooi. Hij heeft 4 gaten, dat is een non-binair. Dat noemen ze niet goed bij eens. Hé, hey, geen gas geven, man. Oh, sorry. Wel best wel schoon eigenlijk. Ik heb al meer ver in de werkbank. Ja, hè? Als ik maar geen duk creëer. Hou je hem? Kijk eens aan. Bogie. Zo. Gewoon een random antennekabel zit er tussen. Huh? Denk het GPS, of niet? Hij heeft ook niet. Nou, bobine kreeg gewoon stom. Ik moet eerst nee onder dit nemen. Wat denk jij kapot is aan? Die, denk ik. En anders die, maar die heb ik beide liggen. Dit is de oude. Okay, die is kapot en die heb ik nu. Vond ik wel even goed eigenlijk. Waarom loopt hij nog steeds zo lang aan? Zodat filter binnenin verstopt zit. Oh ja. Beetje vies. Ja, als je deze ook af kunnen knippen, dan... Kill. Oh, dit is messing is dat. Dat kun je niet knippen. Zo moet hij eigenlijk best wel open zijn. Dan ben ik bang dat hij verstopt zit. Kunnen we met perslucht van vier blazen? Oh nee, dat kunnen we er niet eens in. Oh, dat komt hij. Nou, we have a problem, because... Little bit of a puddle. Not good. Oh, komt wel heel veel uit. Eventjes geen checkie opsteken, anders gaan we allemaal door. Maar het loopt weer. Als je nu luchtfilter opbouwt en je rijdt gewoon, dan komt die laatste wel bij. Hoor. Nu moet je maar even een beetje helpen met aan.